zijn. En wij willen daaraan tegemoet komen. Via de clinics, dat dan voornamelijk over die licentiepunten gaat. Maar ook via allerhande zaken om de diplomagraad in de regio op te krikken. Op dit moment is er net als vorig jaar onder andere een trainer C-cursus hier. Maar ook in de regioclubs denk ik dat er heel wat trainer C-cursussen lopen. Maar het is een noodzaak ondertussen. Vroeger was dat iets minder belangrijk. Waren wij ervan overtuigd dat trainers die in zichzelf investeerden en veel oppikten, dat voldoende was om goede trainers te worden. Nu is het een noodzaak als je ook als club je labels wilt halen enzovoort. Daarom ook dat we dat ook zelf ondersteunen. En hebben we ook, en dat is de eerste keer dat we dat hier in huis doen, een trainer A-cursus lopen. Dat traject ziet er nu wel wat anders uit. Vroeger hadden we elite jeugd en seniors. Dat is nu in één traject over 2 jaar gespreid, waar dat we eigenlijk 17 trainers uit het voortraject hebben, die hier hun trainer A volgen en waarvan meer dan de helft ook hun stage doet eigenlijk binnen de club. We zijn dat zeker van plan om ook aan de volgende trajecten trainer A mee te werken, omdat we weten, goed, er zijn heel wat UEFA B's en ondertussen ook UEFA C's in de regio, maar die stap naar UEFA A, omdat het wat meer vraagt en omdat het ook wat kostelijker is, ja goed, er zijn toch nog veel mensen die stap niet gemaakt hebben. Uiteraard, en wil ik daar ook al nu zeker iets van zeggen, wil ik ook de partners daarbij niet vergeten. Enerzijds naar trainersopleiding is dat de Vlaamse trainerschool, is dat Voetbal Vlaanderen. En ja, hier met de kliniek vandaag is dat BFC. De mensen dankzij wie we wel licentiepunten krijgen hiervoor. Enerzijds krijg je vandaag, voor uw aanwezigheid vandaag, 1 licentiepunt. We hebben nog een tweede kliniek in januari, straks meer daarover. En als je daar ook op inschrijft, je hebt in deze meegevolgd, krijg je er direct ook 3. Om te zeggen dat we dan toch een redelijk aandeel doen in het verwerven van die licentie als je eenmaal al je diploma hebt. Dat terzijde, het belangrijkste waarvoor dat we hier nu zijn, zijn de clinics. Dus we hebben vandaag onze eerste kliniek, iets later als vorig jaar. De tweede kliniek, en die zou ik dus misschien al in de agenda zetten, dat is op 19 januari. We gaan ook zorgen dat al diegenen die hier nu aanwezig zijn, dat die ook een mailtje krijgen, waar we dan ook meer zullen uitleggen rond de gastspreker dan. De volgende, goed, die mag je eigenlijk ook al noteren, maar dat is iets verder weg. Dat is eind februari en dan ook half mei. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat je, als je die 4 volgt, dat je zeker aan 6 licentiepunten gaat raken dit seizoen. En dan zijn we direct waar we moeten zijn, en ik ga niet te lang het woord nemen. Zijn we bij onze eerste kliniek van vanavond. En dan is het eigenlijk de moment om op het Engels over te schakelen. Ik denk dat dat voor niemand een probleem is. So we will have this session in English with our manager Nigel Pearson. There will be instant translation by Hans in English, maybe in French, in Dutch, maybe in French. But I think most of you will understand English. And if there are any questions, I think we can take the time to have some translation. So I'm very proud to present our manager Nigel Pearson, and he will introduce himself. He don't need me to make that.